Nederland zal meer middelen beschikbaar stellen aan Suriname voor de bestrijding van het COVID-19-virus. Dit zei president Chandrika Prasad Santokhi vandaag tijdens een Zoom-persconferentie met de Surinaamse en Nederlandse pers. Om de samenwerking op dit gebied te intensiveren, is er vandaag een intentieverklaring getekend tussen de volksgezondheidsministers van Nederland en Suriname. Ik weet dat Nederland ons heel sterk bijstaat op het gebied van beheersing van COVID in Suriname. En daarbij hebben we overeengekomen dat Nederland meer middelen, meer beschermingsmiddelen zal geven en ook de samenwerking structureler zal laten plaatsvinden naar Suriname toe als het gaat om COVID-beheersing. Tijdens de gesprekken met de demissionaire minister-president Mark Rutte is er ook gekeken naar de intensivering van het Makandra-project. Dat gaat over de versterking van veiligheid en vraagstukken ten aanzien van de rechterlijke macht. Er is ook overeenkomst getekend met de minister van Justitie en Politie op het gebied van samenwerken op het terrein van reclassering. Dat is ook een van de onderdelen van het Makandra-project. En er is afgesproken dat de samenwerking verder uitgewerkt wordt en op basis van evaluatie van het raamverdrag en daaraan gekoppeld een nieuwe protocol van samenwerking getekend zal worden als de samenwerkingsgebieden allemaal geïdentificeerd zijn en de formalisering op ambtenniveau allemaal gepleegd zijn. Dan komt het op het niveau van de twee regeringsleiders om die overeenkomst dan te gaan finaliseren, waarin meer onderwerpen en samenwerkingsgebieden geïdentificeerd zijn. De twee regeringsleiders hebben ook gesproken over de bijdrage die Nederland kan leveren voor de agrarische ontwikkeling in Suriname.